Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. De maatschappij, politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Inderdaad, dit is de Diaspora Talk. En vandaag praat ik in de Diaspora Talk met Noraly Beyer. Dat is ankervrouw geweest bij het NOS-journaal. En tegenwoordig weet ik niet wat ze doet. Wat doet u deze dagen sinds u van het NOS-journaal weg bent? Van alles en nog wat. Hoe vult u de dagen? Andere. Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, nou, de laatste tijd heb ik gewerkt aan het boek wat op 8 december is uitgekomen. Ik wil het, we gaan het straks over het boek hebben. Hoe lang heb je het journaal gedaan? Nog een keer. Hoe lang heb je het journaal gedaan bij NOS? Ik heb het 23 jaar gedaan. Zo, dat is een mensenleeftijd, dat is heel veel. En je hebt een boek geschreven, hè? Het gaat over 8 december. Waarom moest je dit boek maken? Ik wil graag dat de geschiedenis, in dit geval dus de geschiedenis van de decembermoorden, dat die bewaard blijft. Dat mensen zich dat herinneren, dat je weet wat er is gebeurd. Want als je niet weet wat er is gebeurd, dan kun je ook veel dingen die tegenwoordig gebeuren niet begrijpen. Ik wil ook graag dat, dat de jongere mensen, dus de generatie zeg maar, van mijn kinderen en de kinderen die daarna komen, dat die weten wat er is gebeurd in Suriname. In de hoop dat ze dan ook beter kunnen begrijpen hoe de dag van vandaag eruit ziet en die van morgen wellicht. 8 december 1982. Zat u nog bij de STVS, Surinaamse Televisie Stichting? Ja, U deed het journaal. Hoe bent u achtergekomen dat er iets gaande is op die dag in Suriname? Ik denk dat iedereen erin betrokken was. Omdat het natuurlijk in de nacht was het een vreselijk lawaai, net alsof er vuurwerk aan de gang was. Net alsof er vuurwerk werd ontstoken, of vuurwerk werd afgeschoten. En ja, in de vroege ochtend al werd er gebeld en er kwam iemand bij mij thuis die wilde weten of ik het telefoonnummer had van Baburam. John Baburam, dat was een advocaat. Want zijn vriend Gerard Lekkie van de universiteit, hij werkte ook aan de universiteit, die was in de nacht opgehaald door militairen en ze wisten niet wat en hoe. Dus ze wilden alvast rechtshulp zoeken. Nou ja, wij konden Baburam niet bereiken, dus hij is onverrichter zaken vertrokken weer, die vriend van mij. En al gaandeweg merkten we dat er dus veel meer mensen die nacht waren opgepakt. We merkten ook dat er gebouwen in brand waren gestoken. Het waren de moederbonds van Cyril Daal, waarvan Cyril Daal de voorzitter was. Die was in de nacht ook opgepakt. Het was het gebouw van Radio ABC, waarvan de eigenaar was. De Vrije Stem, dat was een krant, die was ook in brand gestoken, het gebouw. Daar was Wilfred Leonaris eigenaar van, maar die was niet in het land, dus die is de dans ontsprongen. En dan was er nog iets buiten Paramaribo, het radiostation Radica van de familie Radakisun, was ook in brand gestoken. Dus er was enorme paniek, want men wist niet wat er aan de hand was. Men zag alleen maar ravage om zich heen en men werd getuige van een enorme chaos, omdat je niet wist wat er aan de hand was. Wie waren al die mannen die waren opgepakt? Hoeveel waren het er? Waarom waren ze opgepakt? Waar waren ze nu? Niemand wist wat. Ik hoor namen als Ber, Raman, Kamperveen. Dat zijn collega's van u, dat waren journalisten, toch? Dat klopt, ja. Dat klopt. In wat voor wereld leefde u dan met nieuws en in die tijd? Sorry? Wat voor wereld was het dan voor u dat uw collega's zo opgepakt worden en vermoord? Wat dacht u dan? Ja, wat denk je als mensen, niet één, maar als er uiteindelijk 15 mensen vermoord zijn? Mensen die ik voor een groot deel kende, ik kende ze allemaal, behalve de militairen, die kende ik niet. Ja, ik wist niet waarom ze vermoord werden. De volgende dag kwam Boutersen, die toen dus legerleider was, die kwam dus op de televisie vertellen dat die mensen dus een coup hadden beraamd en dat ze op de vlucht waren neergeschoten. Nou, ik wist dus één ding zeker, dat iemand als
dat iemand als Leslie Raman of Bram Beer, dat die absoluut niet bezig waren met een coup die geïnstigeerd werd door Amerika of door Nederland. Dat was absoluut niet. Dus het was een pure leugen. Maar ja, die mensen waren dood. En dit werd ze dus nagedragen. Wat moest je doen? Ja, hoe ga je daarmee om? Wat weet je? Ik dacht in eerste instantie natuurlijk aan de familie van deze mannen. Want het waren allemaal mannen. Hun moeders, als ze jong waren. Zoals Leslie Raman, die woonde nog thuis bij zijn moeder. Bram Beer, die was getrouwd. Die had een vrouw en twee jonge kinderen op dat moment. En ja, dan verdwijn je op een gegeven moment zomaar. Omdat de militairen midden in de nacht komen aankloppen. En die willen dat je meekomt. En direct, ja. Je mocht je niet eens aankleden. Ja, sommigen konden nog met moeite nog net een lange broek of een shirt aantrekken. En zo moesten ze dus mee. Ja, en er was geen persvrijheid in Suriname als ik dit hoorde. Ik bedoel, gebouwen die... Nee, geen persvrijheid. Nee, maar is dat bij STVS? Wat voor nieuws las hij dan? Hoe komt hij aan het nieuws? Wat voor berichten waren dan in die tijd? Kijk, er was een militaire dictatuur aan de gang. Die was ingezet op 25 februari 1980. Toen hebben militairen de macht gegrepen. En van lief, eigenlijk wilden ze zich wreken omdat ze geen vakbond kregen. Ze mochten, als militair mochten ze geen vakbond oprichten. Zoals ze dat wel gewend waren uit Nederland. Want de meeste van die jongens, de meeste van die jongens, die waren vers uit Nederland gekomen kort na de onafhankelijkheid. Of met de onafhankelijkheid. Om in het nieuwe leger wat Suriname kreeg te gaan dienen. Een vakbond kwam er niet. En het was een chaos in het land. Iedereen staakte. Die regering die beloofde van alles, maar die deed niks. Het werd erger, het werd van kwaad tot erger. En toen hebben die militairen dus op 25 februari... hebben ze het politiebureau in brand gestoken. Ze hebben politici in gevangenschap hebben ze opgepakt en gevangen gehouden. Maar ondertussen hadden ze dus een coup gepleegd. Ze wisten, denk ik niet, dat ze met het feit dat ze dus een vakbond wilden, dat ze daarmee een heel land in handen kregen. Zo is het op mij en op velen met mij, is dat dus overgekomen. Natuurlijk hadden ze die coup heel goed voorbereid, want ze hadden een boot en ze hadden een boot van op de Suriname rivier, vandaan ze dat politiebureau dat aan de waterkant stond, in brand hadden gestoken. Dus ze hadden dat wel heel degelijk beraamd. Maar ik twijfel nog steeds of zij met deze daad wisten dat ze daarmee ook de macht grepen in het land. Dat is dus wel gebeurd. Ze hebben toen een militaire raad opgericht, een nationale militaire raad. En kort daarna hebben ze dus hebben ze dan een regering aangesteld met een burgerpresident. En dat was Jena Sen. Die was internist. En dat was eigenlijk hij was geen politicus. Dus hij was niet ervaren in de politiek. Maar hij was van goede wil. Hij dacht van, geef deze mensen het voordeel van de twijfel. En ik ga mijn best doen om dit land uit de slop te trekken. Want erger dan onder Aron kon het nooit worden, dacht men toen. Maar ja, je kan nooit vooruitdenken. Als hij 2 jaar vooruit had kunnen denken, dan had hij het wel geweten natuurlijk. Want met militairen kun je geen land besturen. Het gebeurde wel in Amerika en in grote delen van Afrika. Maar het was allemaal eigenlijk ook een grote puinhoop altijd. En in Amerika was het ook wel zo, in Latijns-Amerika, dat als de militairen daar de macht grepen, dan deden ze dat wel heel bewust om ook de regering te gaan vormen. Dat was in Suriname niet het geval. Ik ga terug naar 8 december was het. 9 december, hoe is Suriname ontwaakt? Hoe komt u terug? U komt dan naar uw werk, hè? 9 december komt u terug naar STVS. Hoe is de sfeer in het land op 9 december? Ja, ik was op 8 december al aan het werk gegaan. Okay. Omdat ik hoopte dat ik daar meer te weten zou kunnen komen van wat er eigenlijk in het land gebeurde. Nou, dat bleef in grote mate onzeker. Mensen van de filmdienst die werden toen gedirigeerd naar Fort Zeelandia. En die kwamen terug met opnames, videoopnames, dus filmopnames van Jozef Slagveer en van André Kamperveen. Die een verklaring voorlazen waarin ze dus beweerden dat zij samen met anderen de macht hadden willen grijpen. En dat dat mislukt is en dat ze daarom opgepakt waren.
Dat was dus hun boodschap. Maar je zag aan hun gezichten dat wat ze zeiden, wat ze dus voorlazen, dat dat onder dwang was. Slagveer die zag eruit als een geslagen hond. Ik kende die man en het was een man die echt heus niet voor een kleintje vervaard was. Kamperveen, dat was een hele joviale, hele goed gebekte man. En die zat er nou bij alsof hij, ik weet niet wat, met er was, wat er met hem was gebeurd, met een beetje gezwollen gezicht. Zij hebben hem dus niet uitgezonden. Kamperveen is niet op de televisie uitgezonden met zijn verklaring. Maar Slagveer wel. Ja, en zo is die dag voorbij gegaan. En de volgende dag hoorde je dus dat al die mannen dood waren. Ik maak me nog steeds sterk dat Slagveer en Kamperveen, toen ze werden uitgezonden, de een op de radio en de ander op de televisie, dat ze al dood waren. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet bewijzen, omdat het tijdstip van moord is nooit, is niet vastgesteld. Wel is het zo dat ze in de loop van de dag, 8 december, allemaal vermoord zijn. Dan vraag je van, hoe sta je op 9 december? Ja, je staat op in een land wat helemaal in één grote ravage is. En een enorme angst heerst over dat land. Je weet niet wat er eigenlijk aan de hand is. Je weet alleen maar dat er mensen opgepakt zijn, dat er mensen vermoord zijn. En hoe gaan wij nu verder? Ja, dat weet je niet. Het was dus een hele angstaanjagende, verschrikkelijke dag eigenlijk. Ja, hoe ben ik ermee omgegaan? Ik ben doorgegaan, want ik wilde steeds maar weten, met mij ook anderen natuurlijk, wat was er gebeurd, wat gaat er nu nog gebeuren? Toen hoorden we dus dat die mensen in het mortuarium lagen. De volgende dag is heel Paramaribo uitgelopen naar het academisch ziekenhuis waar het mortuarium is, om te gaan kijken wat daar aan de hand was. Dat was dus echt een enorme chaos. Alleen de nabestaanden, dus de familieleden, mochten erin. Maar op een gegeven moment waren er ook veel meer mensen die door al die barrières en van die militairen die daar stonden heen braken. Om zelf te gaan kijken wat er in het mortuarium te zien was. Nou ja, later hebben dus de mensen verteld wat daar te zien was. En het waren dus al die lijken die bedekt waren met een wit laken. Wat ze niet van die lijken af mochten halen. Maar sommige mensen hebben dat dus toch gedaan. En zo weet je dus hoe toegetakeld die mannen waren. Sommigen hadden als het ware een heel kruis van kogelgaten over hun lichaam. Anderen hadden kogelgaten dus dwars door hun gezicht. Ja, het zijn allemaal vreselijke dingen. Ik kan het niet herhalen. Gelukkig is het allemaal vastgelegd. Dus ja, dan moet je daar maar lezen. En daarna, dus die mensen moesten geïdentificeerd worden in het mortuarium. En 2 dagen later zijn ze dus allemaal, alle 15, tegelijkertijd begraven op 4 begraafplaatsen in de stad. U zei, beeld gemaakt, beeldmateriaal van Kamperveen en Slagveer, maar Kamperveen is niet uitgezonden op de televisie. Alleen die audio. Komt het omdat hij zo zwaar toegetakeld was? Ik denk het wel. En hij sprak heel erg onduidelijk, want hij was behoorlijk toegetakeld, denk ik. Hij had al flink wat klappen opgelopen. En dat was te zien. Zijn gezicht was gezwollen. En hij sprak heel onduidelijk. Slagveer, die sprak heel timide. Heel verlegen. Echt als een geslagen hond zat hij erbij. Maar goed, die hebben ze dus wel uitgezonden via de televisie. En die andere, Kamperveen, niet via de televisie. Waarschijnlijk omdat hij er zo beroerd uitzag. En u zond ook op 9 december uit, waarin Bouten zei dat ze op de vlucht doodgeschoten zijn. Dus daar klopt er niks van, dus achteraf. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, hoe kan je zeggen dat iemand op de vlucht is neergeschoten, doodgeschoten, als je een lijk ziet wat van voren helemaal is toegetakeld met kanons, met geweerschoten en met kneuzingen. Weet je, de tanden die eruit lagen en zo. Ik bedoel, dan ben je niet van achteren op de vlucht neergeschoten. Dan weet ik niet wat voor bocht je met je toestel, met je geweer hebt gemaakt. Nee, dat was natuurlijk een pure leugen. Absoluut een leugen. Ik denk, het is 38 jaar geleden. U was dichtbij, hè, als journalist, presentatrice van het nieuws. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat u met dit boek kwam? Ja, het is een hele goeie. Het is toch een kwestie van het is een proces geweest natuurlijk. Ik had al heel snel
na 8 december, toen ik in Nederland kwam, want ik ben vrij, nog voor de kerst, ben ik dat jaar in Nederland gekomen. En tegelijkertijd met mij zijn ook heel wat nabestaanden, dus familieleden, zijn eigenlijk gevlucht uit het land. Want ja, wat moet je daar nog? Weet je, waar de terreur zo gigantisch is en waar je absoluut geen toekomst meer ziet. Niet voor jezelf en niet voor je kinderen. Dus ik had sterk de behoefte om te horen wat die weduwen en die moeders van die slachtoffers, wat hun ervaring was. Ja, ik wilde misschien voor mezelf ook verwerken, want voor mij was het ook een trauma. Ik bedoel, ik heb geen familieleden verloren, maar ik heb wel een land verloren. En dat was God natuurlijk voor heel veel mensen. En ik dacht dat hun verhaal, dat vond ik vanaf het begin, dat moest bewaard blijven. Daar moest iedereen kennis van nemen. Opdat je weet wat er is gebeurd. En dat je weet dat als iemand zegt van kijk, die mannen zijn op de vlucht neergeschoten. Dat je weet dat dat niet waar is. Dus dat was wel mijn drijfveer. En ja, dat het zo lang heeft geduurd. De tijd gaat snel, maar ik ben blij dat het tenslotte toch gebeurd is. Nou, 38 jaar. En je weet hoe het gaat in Suriname of in diaspora. Als je in een positie zit, vooraanstaande positie, en je zegt niks, dan denkt men, misschien bent u pro-Boutense. Bent u ooit pro-Boutense of pro-revolutie geweest? Nee, ben ik nooit geweest. Ik heb dus wel gewerkt voor de STVS. En dat was een staatsmedium. Maar ik heb in die 2 jaar dat die militairen dus aan het bewind waren, van 80 tot 82, tot ze die moorden pleegden, toen werkte ik daar dus voor de STVS. En toen had ik natuurlijk dag in dag uit te maken met censors. Met mensen, militairen of afgevaardigden van militairen. Die mensen die zich revolutionair noemden, die mij kwamen vertellen wat het nieuws moest zijn die dag. Dat heb ik samen met een andere collega van mij, Ingrid de Vlucht, dat was een vrouw ook. Wij draaiden met z'n tweeën die nieuwsdienst. We hebben dat even een tijdje, ik denk misschien een week of 2, 3 aangezien. En toen hebben we gezegd, heren, doen jullie het maar zelf. Toen zijn wij dus alleen het buitenlands nieuws gaan doen. Dus en het buitenlands nieuws werd ook gecensureerd door hun, maar daar hadden ze niet zoveel grip op als op het binnenlands nieuws. Want het binnenlands nieuws, dat waren zij zelf. Dus zij kwamen vertellen wat er in het nieuws kwam en wat er niet in het nieuws kwam natuurlijk. En wat er niet in het nieuws kwam, dat was gecensureerd, dus sterk gecensureerd, dus het kwam er niet in. En dat hoorden wij dan via andere kanalen, bijvoorbeeld via Radio Nederland Wereldomroep, bijvoorbeeld via de Voice of America of de BBC of een Caribische radio-uitzending. Dat nieuws, dat maakte dus een grote omweg. Mensen telefoneerden toch via telefoonlijnen, gaven ze toch het nieuws door, wat in Suriname verboden was. En zo kwam het dan via die buitenlandse zenders toch terug, tot ze de zenders natuurlijk gingen storen. Dat is met de Wereldomroep is dat gebeurd. Daar hebben ze stoorzenders opgezet, omdat mensen dat niet zouden horen. Maar ja, mensen konden toch altijd in het geniet een radio hebben. En ja, en dan heb je dus die Movo Courante, dat mensen dat toch aan elkaar doorgeven. Dat zal altijd blijven, Suriname, die Movo Courante. Hoe komt u aan die verhalen? Hebt u met de weduwe gesproken? Hoe hebt u dit boek gemaakt? Wat ik hier dus zei, dat ik direct na 82, toen ik hier was, ben ik begonnen om die verhalen te verzamelen van die mensen. Okay. En dat heb ik in de loop der jaren met tussenposten steeds gedaan. En al die jaren dan nam ik het op of ik noteerde het. En dan deed ik er vervolgens niks mee, omdat ik er op een gegeven moment wilde ik wel iets mee doen, maar ik wist nog niet wat. Ik wist dat het een boek moest worden, maar hoe en wat, toen is de tijd met mij ermee vandoor gegaan, als het ware. Maar ik wilde per se die verhalen horen, omdat zoals ik zei, ik wil dat die verhalen bewaard blijven. Dat je je herinnert wat er is gebeurd, want als je je niet herinnert wat de geschiedenis is, dan weet je ook niet hoe je met de dag van vandaag om moet gaan, laat staan met de toekomst. Dus dat was mijn drijfveer. Met tussenpozen heb ik die mensen dus geïnterviewd. En nu, vorig jaar, toen er eindelijk een vonnis was, dat Boutense dus als hoofdverdachte veroordeeld werd tot 20 jaar celstraf,
En wij op de 8 december herdenking van vorig jaar, dat was dus een totaal ander soort herdenking dan in al die 37 jaren daarvoor. Dat mensen steeds hadden geroepen, er moet gerechtigheid komen, iemand moet opgesloten worden, er moet dit, wij kunnen zo niet blijven leven dat de moordenaars vrij rondlopen, laat staan dat ze president worden van een land. Dat was al die jaren lang, was dat het vreselijke ongenoegen en het verdriet waarmee die mensen liepen. Dus toen het vonnis vorig jaar viel, waren de toespraken tijdens die 8 december herdenking vorig jaar. Die hadden ook een heel ander karakter. Ze waren euforisch, ze waren uitbundig. Tegelijkertijd waren ze natuurlijk ook wel voorzichtig, want je weet niet wat er nu gaat gebeuren. Maar feit was dat recht was gesproken in Suriname en dat je kon zeggen dat Suriname weer een rechtsstaat was geworden. Ik wilde toen al die toespraken bewaren, want ik vond ze van historische waarde. Heb ik toen gedaan en ik zou ze in de brochure zetten. En dan zou ik ze op de volgende 8 december, dus dit jaar, zou ik ze uitdelen aan mensen. Maar gaandeweg werd dat plan groter en is die brochure tenslotte een boek geworden met een excerpt tussen van het vonnis, het belangrijkste, samenvatting van het vonnis erin. En ik wilde dat die 15 mannen die vermoord waren, dat ze een gezicht kregen, letterlijk en figuurlijk. Men kende ze alleen maar over het algemeen als kleine zwart-wit portretjes. Een kunstenaar die had een paar jaar geleden, had hij die zwart-wit portretjes opgeblazen tot grote, een groot formaat. En hij had ze kleur gegeven. Omdat hij ook wilde dat die mensen leven. Hij wilde ze weer tot leven wekken als het ware. En ik wilde dat wij wisten wie die mannen waren. Dat het niet bleef bij een naam, een Harold Riedewald die een advocaat was en die je ziet, een beetje ziet lachen op een zwart-wit foto. Ik wilde daar dus meer van weten, dat wij dus ook wisten wie die mannen waren. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb dus biografietjes gemaakt van alle 15 mannen. Kleine biografie, is niet uitgebreid, maar dat je weet uit welk nest ze komen, wat ze gedaan hebben in hun leven en hoe ze tenslotte aan hun eind zijn gekomen. Waarom? Wat is de reden dat ze dus opgepakt zijn? En daarnaast heb ik ook een getuigenis opgeschreven van al die verhalen die ik in de loop der jaren verzameld had. Van die weduwe, van de moeders, van nichten, dus familieleden. Over hoe zij die decemberdagen hebben beleefd. En dat is dus het hart geworden van dit boek. Recht en waarheid maken vrij. Wat dus nu is uitgekomen. En daarnaast heeft Raoul Balai, dat is een kunstenaar. Die heeft tekeningen gemaakt van de huizen waaruit de slachtoffers zijn weggevoerd in de nacht van 7 op 8 december. Ik had eerder foto's gemaakt en die foto's heeft hij dus eigenlijk opgetild, ja, als het ware dan. En daar heeft hij dus een grafische weergave van gedaan. Waardoor de verbeelding sterker wordt aangesproken. Je ziet een huis en je weet tegelijkertijd dat het huis getuige was van een vreselijke ontvoering eigenlijk, die uiteindelijk geëindigd is met de dood van de persoon die in het huis woonde. Armando, dat is een kunstenaar, een Nederlandse kunstenaar die nou dood is, die noemde, van hem komt dit gegeven, die noemde dit soort plekken waar vreselijke dingen zijn gebeurd, noemde hij schuldige plekken of schuldige getuigen. En dat heeft Raoul Balai heel mooi gedaan in het boek, moet ik zeggen. Het geeft het een hele grote meerwaarde dat je dus en die portretten ziet van die mannen in kleur en je ziet het huis waaruit ze zijn afgevoerd. Je leest wie ze zijn en je leest wat er is gebeurd met hen in de ogen gezien van hun echtgenoten of hun pleegdochter of hun kind of hun vader of hun vader en moeder. Dus dat zie je dan, dat lees je dan allemaal. En verder heeft Raoul Balai het boek afgesloten met een eigen beeldverhaal over wat hij dan noemde gedroomde toekomst, die voor velen door 8 december in duigen is gevallen. Zijn ouders hadden een perceel gekocht, iets buiten Paramaribo, nog voor Lelydorp. En omdat zij hun leven daar wilden beginnen, ze zouden een gezin stichten, de kinderen zouden daar geboren worden. Maar door die gebeurtenissen van de jaren 80, dus de coup en vervolgens in 82, is de toekomst die ze zichzelf hadden gedroomd in Suriname, die is nooit
waarheid geworden. Ze zijn in Nederland gebleven. En Raoul is in Nederland geboren. Dus hij heeft van dat perceel en wat er omheen staat, heeft hij wat hij noemt een soort graphic novel gemaakt. Als symbool voor de toekomst die velen in Suriname zich gedroomd hadden. En die door de gebeurtenissen van 8 december met name, dus door de hele militaire periode, in duigen zijn gevallen. Tot besluit. Er is een vonnis, zoals je zegt. Hè? Vorig jaar is een vonnis, mensen zijn veroordeeld. Maar die lopen nog allemaal in Paramaribo en zitten nog in Villa Wijken in Paramaribo. Hoe kijkt u naar? Ja, meneer. Zo is het leven. Maar daarmee zeg ik dus niet dat het recht niet heeft gesproken. Er is recht gesproken. Heel erg goed dat dat tenslotte is gebeurd. Maar ja, recht is er voor, ook voor degene die dus de dader is. Kijk, Boutersen is de hoofdverdachte. Hij is aangemerkt als de moordenaar. Hij is de dader. Maar hij heeft ook recht. Hij heeft recht op een beroep. Hij mag in beroep gaan. Hij krijgt het recht toegeschoven wat hij anderen in de jaren 80 heeft ontnomen. Hij heeft mensen gewoon zonder enige vorm van proces vermoord. Maar nu maakt hij wel aanspraak op het recht. Hij mag in beroep. Hij is dus in beroep gegaan. Vandaar dat hij dus nu nog vrij rondloopt. Ja, wij zouden zeggen, het moment dat iemand de verdachte is, dan behoor je zo iemand op te sluiten. Maar dat is in Suriname niet gebeurd. Bovendien is hij toen president geworden en was als zodanig dus onschendbaar. Nu is hij president af. Nu is hij in verzet gegaan. Dat verzet is overgegaan in beroep. Vandaar dat hij op 30 november voor het eerst voor de krijgsraad is verschenen om daar zijn zegje te doen. En daar heeft hij natuurlijk dat fabeltje herhaald dat de mannen een coup aan het beramen waren met medewerking met name van Nederland. En dat het dus was, wat hij al eerder had geroepen, dat het zij waren of wij, dus wij of zij. En dat zij hadden moeten ingrijpen, dus dat zij die mannen hebben opgepakt en doodgemaakt, omdat zij anders eraan waren gegaan. Nou ja, dat heeft hij dus allemaal herhaald voor de krijgsraad. En nu wordt hij, als hij niet was verschenen, dan was het vonnis onherroepelijk in uitvoering gebracht. Dat wilde hij natuurlijk niet. Daarom is hij verschenen, want die man wil niet in de gevangenis gaan. Maar wordt zijn beroep afgehandeld. Ik denk, je kan ook je beroep afwachten in detentie, toch? Dat vind ik ook, meneer. Maar wij zijn geen juristen in die zin. Okay. Ik vind van wel natuurlijk, ik vind dat hij allang achter de tralies had moeten zitten. Maar hij heeft dat niet gedaan, hij is in tegendeel, mensen hebben hem gekozen tot president tot 2 keer toe. En in die periode heeft hij er alles aan gedaan om die rechtszaak ongedaan te maken. Denk maar aan de amnestiewet die hij voor zichzelf had uitgeroepen. Dus ja, maar ik hoop dat hij toch zijn straf niet zal ontlopen nu. De bestraffing moet nu volgen en dan is de rechtszaak inderdaad helemaal afgesloten. Dus we gaan het allemaal meemaken. Ik wil u danken voor uw tijd en toelichting. En het boek is, hoe heet het boek nog een keer? Recht en waarheid maken vrij? Recht en waarheid maken vrij, de decembermoorden herdacht. Uh-huh. En ik denk dat je dat in elke boekwinkel kunt kopen. En anders kun je het bestellen bij die boekwinkel. Of online kan je het ook bestellen natuurlijk. Okay. Ik zeg, ga dat boek lezen. Ik dank u wel, Noralie Beyer, voor uw tijd. Goed. Tot je dienst. Dag. Dag. Dat was Noralie Beyer, anchor vrouw geweest bij Woman. Hoe moet je het zeggen? Anchor Woman bij het NOS Journaal. Dat wil zeggen dan. De belangrijkste nieuwslezer bij het journaal was zij. 23 jaar lang. Dit is Diaspora Talk. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.